Een van de zwaarste stormen van de laatste 50 jaar heeft in ons land aan 9 mensen het leven gekost en voor tientallen miljoenen guldens aan schade aangericht. In steden en dorpen waren het vooral omgewaaide bomen die flinke vernielingen veroorzaakten. Overal werden verder daken afgerukt en werden auto's, caravans, bouwketen en kampeerhuizen eenvoudig opgetild door de storm die met windstoten van 140 km per uur soms orkaankracht bereikte. Zowel in Rotterdam als hier in Amsterdam werden zware rijdende kranen uit de rails getild en omvergeblazen. Op herstel van deze kostbare haveninstallaties hoeft niet meer gerekend te worden. Het stormveld dat zich met grote snelheid over ons land verplaatste, bereikte zijn grootste kracht aan de Nederlandse kust. En dat had trieste gevolgen voor een aantal schepen die in de hoge zee stuurloos raakten en op het strand werden gezet. Een van die schepen was de Chinese vrachtvaarder Wang Chun, die bij Castricum zo hoog kwam te zitten dat er voorlopig van vlottrekken wel geen sprake zal zijn. Daardoor zal het schip zonder twijfel een toeristische trekpleister worden.